De paarden zijn weer in de rechte lijn voor de tribune. Straks bij het passeren van de finish nog een volle ronde af te leggen. Hier op de grasbaan van Emmeloord met nog altijd Godric de koploper. Godric heeft een lengtevoorsprong. Wester kijkt eens achterom. Ziet dat hij achter zich heeft Lucina. Daarachter in derde positie dan Megan Flevo. En die wordt gevolgd door Cassidy Beat. En achter Cassidy Beat El Salsa. Die probeert aan de binnenkant een plaatsje goed te maken. Drogba Apache aan de buitenzijde. En daarachter volgt dan Fleetwood Mac. Als we voor de laatste maal de koelboxbocht door komen op weg naar de overzijde van de baan. En dan is het nog altijd Godric die leidt. Godric met 2-3 lengte voorsprong. Maar daar komt dan Megan Flevo. Megan Flevo nadert de koploper tot anderhalve lengte. Dat zal ongetwijfeld nog closer gaan worden dadelijk. Daarachter volgt naar de derde plaats gaand de nummer 7 Cassidy Beat. Vierde aan de binnenkant is dan Lucina. En zo gaan we dan de laatste bocht in. Met Godric die vooralsnog geen gevaar heeft. Nog altijd die lengte voorsprong heeft. Godric leidt met Rick Wester. Die heeft de volle lengte voorsprong. Tweede plaats is voor Megan Flevo. Die ligt als een sluipmoordenaar in de wachtkamer. Met daarachter dan Lucina die geflankeerd wordt door Caroline Albers met Cassidy Beat. En zo zijn we dan in de laatste rechte lijn. Hebben nog 350 meter af te leggen. En dan is het Godric die leidt. Godric aan de buitenzijde komt dan Megan Flevo. Helemaal aan de buitenzijde Cassidy Beat. Over de volledige breedte van de baan gaat het. Aan de binnenkant Godric. Maar Megan Flevo in het centrum van de baan heeft de neus eruit gestoken. En iets veel meer nog dan de neus. Een hele lengte is het zowat. De 2 wint het hier voor op de tweede plaats, de nummer 7, Cassidy Beat. En daarachter is het dan Godric. Dames en heren, de uitslag is in totaliteit officieel. De koers werd gewonnen door nummer 2, Megan Flevo, Tom Kooijman, in een kilometertijd van 1:21.2. Tweede plaats, nummer 7, Cassidy Beat. Derde de 4, Godric. Vierde de 5 Lucina en vijfde de nummer 9 Fleetwood Max. 2-7-4-5-9 officieel. En we danken voor sponsoring Dierenkliniek Emmeloord hier uit de regio. Maar ook Wevers Nieuwstad Mechanisatie die hier alle twee aanwezig zijn om Megan Flemo in de bloemetjes te zetten. En we danken de bloemen aan de orchideeënwinkel en ook aan Brokhoff Rozen. En er gaat haast geen meeting hier op het gras of in Alkmaar voorbij. Of de gele Canaries staan bij de winnersring. En net zoals vandaag, prachtige seriewinnaars zoals Mistral Ricardo. Maar ook Megan Flevo, die dit seizoen alweer voor de 6e keer wint in 7 starts. Fantastisch paard, een 4-jarige donkerbruine medley van Musselmaas uit Constantia River. Gefokt door de heer Van Schie in combinatie met de familie Ivena. Eigendom van de gele Canaries Noord. Trainer Bas Kribas en winnende rijder Tom Kooijman. Prachtige plaatjes met de meerdere mede-eigenaren van de Gele Canaries. Die dus al meedoen in 18 dravers voor 100 euro per maand. Iets meer dan een volle tank. En ze genieten met de volle teugen van de successen van hun paarden. Waaronder Megan Flevo. Mooie plaatjes met de sponsoren van Dierenkliniek Emmeloord en Wevers Nieuwstad. En dan gaan we ons een baan weer maken naar Tom Kooijman. Tom, gefeliciteerd. Er staat geen maat op dit paard, hè? Ja, dat weet ik niet, maar het is op een gras wel een macht, ja. Dat klopt wel. Bij de start was even een klein risicomomentje. Ja, zoals ik had nu geoefend op 2 en dan moet ik op 1 weg, dan moet ik een beetje krap om. Dat begreep ze niet helemaal. Ja, dat kan een keer gebeuren. Het kwam voor mij ook mooi uit, want voor kop af vind ik het ook een heel lange eind hier. En het ging nou makkelijker. De laatste keer op Emmeloord won je ook van achteraf. Bevalt ze je dan het beste? Ja, ze is het scherpst aan de kop, of uit het veld vandaan. De kop wordt zo gauw een beetje makkelijk, ja. Super Tom, prachtige overwinning. Dankjewel. We gaan Tom Kooijman herinneren. En tussendoor worden de beelden geschoten door de mede-eigenaren van de Gele Canaries. En die zult u vast op de social media's voorbij zien komen. Tom Kooijman zit weer in de sulky. En de 6e overwinning dit seizoen uit 7 starts. Dames en heren, een fantastisch paard. Een seriewinnares. Geef ze een applaus. Megan Flevo en Tom Kooijman.